Heel veel succes. Nee, ook niet. Op Anfield. Yes. Even een aantal hier en naast mij. Wie gaat het doen voor jou? Costa, Hazard? Allemaal. Allemaal. Ze gaat het allemaal doen. Ze moeten het allemaal doen. Chelsea tegen Liverpool. Kijk, hij doet al voetrolletjes. Hey. Dat is van de trucjes, deze man. Terwijl Liverpool de laatste jaren wat tegenvalt, denk ik dat Chelsea gaat winnen. En hier zien we de beginopstelling van Liverpool. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Met deze formatie stapt Chelsea het veld op. Ze treden aan in een offensieve 4-5-1 opstelling. Willian. Hij laat hem gewoon lopen. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Azpilicueta. Kom maar jongens, daar gaan we. Firmino. Henderson. Op rechts, helemaal vrij. Firmino. Niet de snelste. Ramirez daar. Ramirez wel, wat een baas. Hazard. Fabregas. Alberto Moreno. Dit kan heel ah, lekker zonder. Hoor. Liverpool gaat Coutinho. Naar Coutinho. Gaat vallen. Oeh. Bijna penalty ook. Eerste gevaar. Goed keep. Met de kant toch. Dat lees je toch. Hey. Oeh. Ging me net goed, Joshua. Diego Costa. Hé, scheids. Oké, oké. Kaarten. Niks daarvan. Oh ja. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Kort, tuurlijk. Goed verdedigd. Ivanovic, daar mag geen bal van. Dus zo is dat. Rustig mee. Met een kastje dwingen toch. Wow. Als Premier League. Agressie. Lekker klein. Tuurlijk. Die bal, hè? Body. Nee, dat was vrije trap, man. Vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Tuurlijk. Ah, zie. En steeds is er iemand aan speelbaar. Tuurlijk, blokkade. Weer over de bal met zijn tackle. Ramirez. Hij is scheids, man. En moeten weer in de verdedigende stellingen. Een beetje vertrouwen in. Altijd. Je hebt die andere boys natuurlijk al wel afzien gaan. Hè? Klopt. Heel effectief ontdekken. Julian. Ramirez. Fabregas. Ivanovic. Goeie passeerbeweging. Wat is dat dan? Ja. Coutinho. Tuurlijk. Dramatisch. Pedro. Tuurlijk, doordekken. Ah. Alberto Moreno. Waarom is de arm speel jij, jongen? De scheidsfluit voor een overtreding tegen Liverpool. Hé, snel nu nog een. Zonder dat je het wilde, of niet? Ja. Prima gedaan. Ah, dit is zo triest. Zo kut. Hazard.
Fabregas. Alberto Moreno. Christian Bentegeliolo. Moet hij deze over de vlam? Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ja. Heeft de bal terug over. Fabregas. Julian. Hazard. Een rommeltje, die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Jezus. De man is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Tuurlijk. Coutinho. Tuurlijk, je vader fiets, jongen. Dat voor jou ook. Echt een baas, die Coutinho, hè? Ja. Goed bezig. Julian. Hier is Terry. Lekker Cella beheerst, jongens. Hey. Oeh. Oh, heb je nog ook. Is die ervaring wat hij heeft? Ik weet het niet te doen. Ja, is die ervaring wat hij heeft, toch? Ja, dat heeft toch goed. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Goeie tackle. En dan neemt het bal bezit weer over. Julian. Die komt er met de bal uit. Weg bij hem, maatje. Fabregas. Oh, hij gaat niet onaardig, hoor wel. Ja. Niet heel veel kansen misschien, maar ik ook niet. Dat is goed. Kijk je zelf graag Premier League? Ja. Ja? Ja, een van de mooiste competities die er zijn. Hè? Sowieso. Liever dan Spaanse competitie? Kijk je daar liever naar? Ja, ik kijk wel liever naar de Premier League dan de Spaanse League. Zou je zo graag bij Chelsea eindigen of niet? Jawel, zou wel mooi zijn. Ja. Zou een mooie club zijn, toch? Ja. Coutinho. Hé, scheidsie, ik kan het zeggen. Ik hoort hem. Chelsea krijgt een vrije trap. Heb ik een specialist? Valt tegen, geloof ik. Vrije trappen. Valt zeker tegen. Oeh. Kom je goed weg, jongen. Sturridge. Moet toch van hem komen. Coutinho. Coutinho, tuurlijk, jongens. Eindelijk op dreef. Toch wel afgestopt, hoor. Zijn muur, toch goed muur achterin. Verdedigen weer toch het best. Costa is ook niet super snel, maar wel handig. Goed, jongen. Ja, daar zijn ze al. Het zag er niet al te best uit daar. Ah, die wil, jongen. Uitstekend. Coutinho. Henderson. Tuurlijk. Daar gaan we. Daar gaan we. Sturridge, waar ben je? Waarom trek je zo ver naar binnen? Tuurlijk kan ik hem hier dus ophouden, jij. Daar is hij. Sturridge. Nou. Hazard, mooi mee verdedigen. Azpilicueta. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Dus kijken wat zij ermee kunnen. Kornetje. Dat heb ik nog de bank, ook niet veel, geloof ik. Oh, wat slecht. Oh, wat slecht, slecht, slecht. Hier alleen al zou ik een bakker moeten krijgen, of niet? Ja, hè? Oei, oei, oei. Even kijken. Ik ga eens even... Wat zei je? wat doen we eigenlijk met een gelijk spelletje? Gewoon verlenging? Ja man, sowieso. We moeten weer naar je komen, man. Okay. Ik heb zo... Die tik heb ik ook nog helemaal niet gezien. Lalana. Ook zo'n trage hond. Ah, kut, sorry.
Doen we het zo wel. Komt goed. Komt goed. Doeltrap. Doeltrap, ja. Kutactie. Dramatisch. Daar komt Liverpool goed weg, meneer Gooi. Gooi. Breed gespeeld in de hoop dat de groene gaten laat vallen. Nee. Oh, echt bijna gewoon? Het is heel vies. Ik zeg eerlijk, puur geluk. Ja, hij kon er net in. Ja. Ongelooflijk dit. Ja, ongelooflijk dit, man. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dit is niet normaal. Hè? Huh? Ja. Hij schiet die penalty erin. Nog via de keeper. Jammer dit, echt. Ik wilde het ook weten, jij dook naar rechts, maar toch zat hij er nog aan. Het is geen goede wedstrijd. Maar gelukkig de score geopend. Hele goede bal. Maar daar is Sakko. Hey. Ook een penalty, denk ik, ja? Ja. Och, och. Ah, verdiend. Die van mij was ook onverdiend. Dus. Dan moet hij er wel in gaan, ja. 1-1. Gallery play, doet het met een hakje. Adam Lala. Hier, Adam. Hier valt het voorbij. Jongens, dat zien jullie toch, jongens. Stop de bal, maar het gevaar. Dat zien jullie toch, jongens. Hier is hij weer, Lalana. Scheids. Klooi. Hij heeft de ruimte voor een voorzet. Lalana. Cornertje weer. Kwartiertje nog. Kom op, Coutinho. Diego Costa. Komt staan niet boven die leider. Goed. Goed. Zo, battle op middenveld even. Hey. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk. Scheidsie. Die niet vastgehouden dan. Goeie bal zeg. Hele goede bal. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Gelijke stand hier nog altijd. En de klok tikt maar door. We hebben geen winnaar. Och, maar man. Geen zo is dat. Hij zegt het fluit voor een inworp van Liverpool. Klein. En we krijgen opnieuw een inworp. Kansloos. Pedro. Ja, klopt, Pedro. Voor mij is die kleinste, maar toch erin. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Tuurlijk, Pedro. Hazard. Hazard. Goeie bal, zeg. Pedro. Scheids. Niks aan de hand. Niks aan het handje. Jongen. Goeie bal, jongen. Heerlijke bal. Opening op links. Henderson. En dan Henderson. Door. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Henderson weer geen bij het spel. Voor de goal Sturridge. Hij kan de bal voor de keeper. Oh. Los. Doe het! Tuurlijk. Goed uit zijn goal gekomen. Sterk gekiept. Deze twee elftal hebben niet voor elkaar op. Oh! Hij trapt nog. Ze krijgen een vrije schot. Laatste minuut. Terry. En hier zien we een aantal overtredingen. Ramirez. Oef. Ik voelde die billen samenknijpen hiernaast. Ja. Sturridge. Tuurlijk. Sterk. Oh, wat is dit? Hij is het even kwijt. En dat op dit moment. Sturridge. Zij net. Oh, wat een kans die had erin moeten. Ja, echt hè?
Zijn rechterbeen, zegt Adam Heer achter me. Dat klopt. Dat is niet zijn sterkste. Scheids, heel goed. Kom maar, nog één kans voor mij. Spanning stijgt. Op Anfield en in Eindhoven. Nergens. Nergens. Verlenging. Verlengen. Met Joshua Brenet. Oei. Oh, kijk die stuurs, jongen. Die is helemaal leeg. Toch ben Tekje erin moeten houden. En Chelsea maakt het zijn... Tuurlijk, ja. Zo, ik schrok even. Als dat mag gaan. Oké, jongens, 3 tegen 2. Als we opschieten. Kom on, boys. Zo, waar ga je heen? Oh, wat een juweel van een beweging. Ja, en... Nee. Oh, ik weet niet of die gast links of rechts is die heeft. Oh, wat een kans. Ja, hij is wel lekker in. Kut. Goed uitgespeeld die verder wel. Schandalig. Kom op, man. Tuurlijk. Ramirez. Ah, goed dan. Goed dan. Maar die lange bal erin janken. Een van ons gaat zo janken. Coutinho. Slim onder schetsel achterhoek, die passeer niet zomaar. Hij is wat sterker, joh. Wil je hem? Oh, die bal dan. Ja, hij heeft nog wel energie, dat kan niet anders. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder geval heeft hij een knap. Kom op, jongen, je bent sneller. Je bent sneller. En dan? Ja, en nu? Tuurlijk! Tuurlijk! Tuurlijk, jongen! Yes. Hoe dan, joh? Meer geluk dan wijsheid, Josh? Kom, allemaal door die penalty wat je had gekregen. Ja, dat was al mijn geluk al. Ja. Maar hij zit er alleen maar tegen nu. Tuurlijk, jongen. Goed zo gedaan. Goed zoomen, tuurlijk. Dat is wel een beest, hè, die zoomen. Ja. Maar mag je niet verliezen, kwam je twee keer zo goed weg, jij? Kijk, die schoten, jongens. Ik moet ook even wisselen, ben ik bang. Maar ik heb Benteke ook niet meer. Dat was dom. Inks, wat kan die? Helemaal niks. Klein gastje is dat. Ik moet hem erin halen. Come on, boys! Oké, allebei rechts dus, top. Laatste kwartiertje, tweede verlenging. De spanning stijgt nog verder hier. Brenet heeft weinig kansen, maar hij leeft nog. Ja, hij gaat richting goal van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat. En dan gaat hij, Inks, die nieuwe man. Danny Inks. Tuurlijk, nu wel. Ja, tuurlijk. Oeh, 5 verdedigers om hem heen. Nou, gaan we niet zeggen gemist. Oh. Tuurlijk, Terry, jongen. Ze zijn allemaal leeg daar bij Chelsea. Oh, hoe is dit voor jou? Kan nooit. Nee, hey, snel weer nemen, hoor. Naar voren, hoor. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Goeie bal, zeg. Nee, Will! Kom op, jongens. Sakko. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Maakt me niks uit of het publiek wil. Lekker Sturridge. Nee, keeper. Dan toch, Danny Inks, de laatste invaller. Ik had er geen vertrouwen in, maar hij doet het wel. Toch 2-1. Niet afleggen. Ja, mag dat niet? Is dat ook een bak aan waard? Afleggen hier. Ja, het moet wel, jongens. Oh, boy. Winnen is alles.
Sterren moeten leren. Ook als het soms niet goed gaat, jongens. Draait het om winnen. Maar we zijn er nog steeds niet. Net scoorde je ook. Volgens mij 1 minuut na mijn goal scoorde jij. Je hebt nog eventjes. Je hebt nog eventjes. Alles op de aanval, Josh. Ga er wel vanuit. Lallana. En naast het verblijf buiten de lijn een keer de geblesseerde speler dan toch terug in het veld. Ja, het valt niet tegen. Ik had een mannetje minder nog. Linksback was eruit. Dat was te zien. Dat was te zien, daar is hij weer. Ah, goed gedaan. Kom maar Inks. Voortaan zet ik jou altijd basis als ik met Liverpool ga spelen. Kijk eens, wat een beest. En dan nog 3-1. Nog een keer afleggen. Jongen, 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 jongen. Achterhoofd mag vast worden. Verlenging nodig, maar gelukkig 3-1. Ja, Evert, het is nu helemaal gedaan, denk ik. Ah, je hebt het goed gedaan. Ik denk dat Adam mij respect voor je heeft, want je hebt als enige de verlenging gehaald, dat wel. Maar dat zullen we zo gaan merken. We zullen kijken of hij je spaart met Bakker geven. Nee, denk het niet. Denk het niet? Hij wordt ondersteund door zijn medespelers. Waar staat Bakker, waar komt Bakker vandaan? Wat is dat voor mooi? Ja, ik weet het niet. Goed gespeeld in elk geval. Yes. Top gedaan, man. Het was een mooie battle. Ja. Het was een mooie battle. Strijd. Veel strijd, veel passie, strijd, weinig kwaliteit misschien. Tenminste, als ik voor mezelf spreek in elk geval. Te weinig gecreëerd, maar gelukkig weer als winnaar uit de strijd gekomen. In alle drie van de potten hier in Eindhoven. Dit was het namelijk voor de battles hier.